Goedenavond en welkom bij Het Debat. Een debat over cultuurbeleid. Van alle besparingen door de nieuwe Vlaamse regering deden die in de cultuursector tot nog toe het meeste stof opwaaien. En herinner minister-president en cultuurminister Jan Jambon van N-VA die op de Mias werd uitgejouwd. En bij de uitreiking van de Ultimas kreeg hij tomaten naar het hoofd gesmeten. Waarom wordt er op cultuur bespaard? Een verlaging van subsidies van 3 tot 6%. Zijn de zorgen die de cultuursector zich maakt terecht? Of moet cultuur überhaupt gesubsidieerd worden? Een debat erover tussen meerderheid en oppositie. En aan tafel zijn dat ook twee nieuwe parlementsleden met Stefanie Doze van Open VLD. Goedenavond. En Philip Brusselmans van Vlaams Belang. Goedenavond. Mevrouw Doze, nieuw als parlementslid, maar ter zake heeft u wel wat al ervaring. Hè. U komt van het kabinet van de vorige cultuurminister. Ja, ik was daar adjunct kabinetchef cultuur en jeugd. En ik heb eigenlijk gedurende mijn ganse carrière achter de schermen gewerkt van de politiek. Ik ben op mijn 22e beginnen werken op het kabinet van Fientje Moerman, waar ik ook al cultuur opvolgde vanuit haar hoedanigheid van vice-minister-president. Dus ik volgde de bevoegdheden van Bert Anciot op toen. Dus dat is een hele tijd geleden. Dat is een hele tijd geleden, ja, daar hoor inderdaad. Je dan de cultuursector zeggen van goed en wel deze besparing, maar die volgt op al eerdere besparingen. De eerste 2 jaar van Gats werd ook al 60 miljoen bespaard. Is dat een verhaal van jarenlang opnieuw besparen? Dat is ook zo. En daarin begrijp ik ook wel de oproep van de cultuursector, dat men zegt van ja, het is al veel geweest. Hè. Natuurlijk, u moet ook wel zien dat we de eerste jaren op kabinet Gats bespaard hebben. Vanuit het mantra snoeien om te bloeien. En dat is ook gelukt. De jaren daarna zijn er telkens middelen bijgekomen voor cultuur. Bijvoorbeeld rond infrastructuur, bijvoorbeeld rond erfgoed. De erfgoedsector heeft 10 miljoen euro extra bijgekregen. Waardoor dat we toch op het einde van de legislatuur Gats konden zeggen dat de besparingen enigszins goed gemaakt waren. Ja, over de nieuwe legislatuur spreken we straks dan. Juist. Meneer Brusselmans, het jongste parlement zit. Maar ik zag u al stevig in debat gaan met demonstranten uit de culturele sector toen zij demonstreerden voor de deuren van het Vlaams parlement. U noemde dat toen een extreem linkse sector met of linkse cultuurbobo's. Waarom juist? Nou, misschien bedoel ik meer niet zozeer dat het een extreem linkse sector is. Want ik denk dat er veel diversiteit is binnen de sector. Maar wel dat die sector wordt gegijzeld door een bepaalde elite, een bepaalde club die wel aan de radicaal extreem linkerkant van het spectrum zit. Een clubje die eigenlijk heel veel te zeggen heeft binnen die sector, die sector een stukje gijzelt op alle vlakken. Die dan vooraan op de barricaden staan. En die altijd vooraan op de barricades worden gezet, vaak ook door de media, omdat ze een bekend gezicht hebben. Ja, want dat ging er wel stevig aan toe natuurlijk. Er wordt in vele sectoren bespaard. Maar zij stonden tot in het parlement, hè, met bekende acteurs en zo meer. Ze weten wel heel visibel te demonstreren. Ja, maar ik denk dat dat vooral komt omdat de media juist de visibiliteit daaraan geeft. Ik denk dat ook binnen de mediasector, binnen de journalistiek, een linkse partijkaart doet er altijd goed aan. En ons kent ons. Dus ik denk dat daar heel veel vriendjespolitiek speelt. En natuurlijk, als je vaak op tv komt, je bent bekend bij het brede publiek, dan zullen ze sneller je kop nemen om op het journaal te tonen. Ja, over de journalistiek ga ik mezelf niet verder uitspreken. Maar even om erin te komen, dit gaat over cultuur, cultuurbeleid, en het gaat over besparing, maar cultuur is ook iets moois natuurlijk. Absoluut. Stel, een Amerikaanse vriend of toerist die cultuurminnend is, die vraagt u, toon mij eens, of wat is het Vlaamse culturele hoogstandje bij uitstek? Wat zou u voorstellen? Waar moet die heen? Ja, wel, kijk, ik ben momenteel het boek van Bart van Loo aan het lezen, De Bourgondiërs. Ja. Een prachtig boek. En daarin wordt getoond dat Gent, mijn thuisstad, in de 15e eeuw de place to be was. En natuurlijk, Gent is dat vandaag opnieuw met de Van Eyck tentoonstelling. Ik ben naar de opening geweest, het is fenomenaal. Ja. Van Eyck, niet alleen door de manier waarop dat hij schildert, dat was zeer innovatief, maar ook de manier waarop dat hij licht toelaat in zijn kunstwerken. Het is fenomenaal en ik ben eigenlijk echt wel trots op mijn stad. Ik ben niet de enige. The Guardian heeft de Van Eyck tentoonstelling geloofd als fenomenaal en natuurlijk ook de stad Gent. Dus ik zou zeggen, als hij de Amerikaanse toerist deze dagen in de contreien van ons land is, dan zou ik absoluut Gent en de Van Eyck tentoonstelling. Ja, de Bourgondische wortels en inderdaad Van Eyck. Ja. U bent van het Waasland. Wat zou je of wat moet Amerikaan gezien hebben? Ik zal misschien ook een beetje chauvinistisch proberen blijven. Amerikanen houden van grootse dingen. En ik zou ze dus onmiddellijk meenemen naar de grootste marktplein van Europa. In Sint-Niklaas gelegen. Ik denk dat dat een ideaal startpunt is om Sint-Niklaas, het hart van het Waasland,
te verkennen. En doorheen de dag kunnen we nog vele dingen doen, vele interessante gesprekken hebben. We kunnen proeven van de biercultuur, onder andere, wat toch ook niet onbelangrijk is in ons land. En s'avonds afsluiten met iets waar ik trouwens ook heel trots op ben als Vlaming, ons amateurtheater. Ik denk dat dat iets zeer uniek is, heel veel kleine toneelgemeenschappen in dit land. Maar hij zal natuurlijk wel wat moeite hebben om het te begrijpen. Ja, dus van biercultuur tot inderdaad het volks- of amateurtheater. Cultuur is eigenlijk zowat de oudste bevoegdheid van deze Vlaamse regering. In 81 hadden we een cultuurminister, een liberaal trouwens, Karel Poma. Volgens Joachim Poma, de huidige kabinetchef, is cultuur ook de belangrijkste bevoegdheid van zo'n regering. Mm-hmm. Is dat niet wat overdreven? Cultuur is belangrijk in de zin van de samenleving waarin dat we vandaag leven is enorm gepolariseerd. En cultuur is eigenlijk een manier om te zorgen dat mensen verbinden met elkaar. Ik begrijp dat Vlaams Belang daar soms het heel moeilijk mee heeft. Omdat jullie hebben zich in het verleden al heel kritisch uitgelaten over cultuur en de middelen die naar cultuur gaan. Dat is net natuurlijk omdat cultuur gaat verbinden. Een voorbeeld die ik zelf heb meegemaakt. Ik ga onlangs naar een voorstelling en naast mij zit een gesluierde vrouw. En tijdens de pauze beginnen we te spreken over hoe fantastisch die voorstelling wel was. Dus op dat moment is dat niet meer de confrontatie van een gelovige met een niet-gelovige, maar hebben we een confrontatie van twee jonge vrouwen die genieten van cultuur. En dat geeft ons een gemeenschappelijke basis waarin dat we elkaar leren kennen. En dat is eigenlijk zo belangrijk de dag van vandaag. Vandaar begrijp ik wel Joachim Poma dat hij zegt dat cultuur absoluut heel belangrijk is. Ja. En ik spreek dan nog niet over de economische impact die cultuur heeft. Ik spreek dan nog niet over de gezondheidseffecten die cultuur heeft. Dus we mogen dat niet altijd zien als van, cultuur is voor de grote elite, cultuur, er gaan te veel middelen naar cultuur. We moeten echt op die barricades gaan staan, want het is veel meer dan enkel één voorstelling waar dat we naartoe gaan. Het is de humus van onze samenleving. Cultuur was althans voor N-VA belangrijk genoeg om het als bevoegdheid binnen te halen. Bovendien bij de minister-president zelf. U zei daarover, ik herken wel wat van ons, Vlaams Belang, in dat regeerakkoord. In zaken cultuur. Zeer vele dingen, maar ik zou toch eerst graag even reageren op het verwijt eigenlijk dat ik hier krijg. Omdat cultuur zou verbinden, wij daartegen zijn. Als er net één partij is die de samenleving wilt verbinden, want dat houdt het nationalisme in de regel ook in, dan is het net het Vlaams Belang. Maar ik vraag me nou wel af... Ja, de witte Vlaming verbinden niet mijn kleurtje. Ik heb nog nooit een witte Vlaming gezien trouwens. Veel blanke Vlamingen, dat wel. Maar dat terzijde, ik vraag me af hoe verbindend iets kan zijn als ik... Ik ga ook naar voorstellingen en ik kom bijvoorbeeld in een voorstelling binnen overlaat. Zelfs op de Vlaamse Cultuurprijs was het ook. En ik loop nog niet door de deur. Ik word daar uitgescholden voor fascist, racist. Is dat dan het verbindende van de sector waar u het op heeft? Daar heb ik me dan toch sterk... Dat is natuurlijk sterk, wel een beetje de reactie. Sterk, dat is de reactie natuurlijk altijd op dan is dat normaal. U. Dan is dat nee, normaal. Nee, oké, okay, goed, maar dat noteer ik. Om wie op uw vraag te antwoorden, verwachten, om op u... vraag te antwoorden. Uiteraard staat daar veel in. Wij zijn ook fan van een Vlaams museum ter versterking van de Vlaamse identiteit. Wij zijn ook fan van abonnementsformules. Van ons mag daar nog veel meer op ingezet worden. Hè. Wat de regering nu doet, is bijvoorbeeld die museumpas verder uitbreiden. Voor ons zouden nog veel meer abonnementsformules mogen uitgeschreven worden. Maar er zijn toch zeker accenten die voor ons goed waren. Althans op papier, zoals we kijken naar de aankondigingen rond het segregerende dat eruit moest bij die culturele verenigingen. Dan zouden ze hun subsidies verliezen. Wel, daar is niks van in huis gekomen. Oké, dat is niet alleen de fout van de regering, maar het is wel zo, als ik de minister vraag wat zijn concrete plannen daarmee zijn, of zijn concrete bedoeling van die maatregel is, wie hij dan viseert, wie zijn dan die segregerende maatregelen? En ik nodig iedereen uit om dat eens terug te gaan opzoeken. Ik heb hem dat al 5 keer of zelfs meer gevraagd. Ik krijg daar nooit een antwoord op. Voor mij zijn dat holle woorden. Oké. Even over die besparingen, kort samengevat. Ja. Die lopen van 3-6%. Sommige cultuurhuizen moeten minder inleveren, andere meer of krijgen minder. Yes. Maar er moet een belangrijk onderscheid gemaakt worden tussen die projectsubsidie. Ja. Die 60% verliezen, maar dat gaat al bij al over in een begroting beperkt budget. Hè. Dat is een, het is niet... dat gaat over 3 miljoen. Ja. Die overigens, Jan Bon heeft dat al, want u had daar ook wat kritiek op, heeft dat bedrag alsnog opgetrokken tot 4 miljoen in de eerste ronde. Betekent dat zijn eerste maatregel dan niet goed was? En ja,
absoluut. Moeten, corrigeren. Ik was het daar ook absoluut mee oneens. Ik heb dat ook duidelijk gemaakt in de commissie, dat een besparing van 60% op projectsubsidies onverstandig is. Omdat die projectsubsidies, die zijn heel belangrijk voor de sector. Omwille van twee redenen. De eerste reden is, je wordt niet geboren als kunstenaar. Wie afstudeert, heeft de tijd nodig om zich te ontwikkelen. Heel veel jonge kunstenaars doen beroep op die projectsubsidies. En ten tweede, op die projectsubsidies zie je heel veel innoverende nieuwe dingen. Zaken waarvoor dat we in het buitenland internationaal geroemd worden. Waar dat je ook een keer in kunt falen. Dus als je hier 60% gaat op gaan besparen, ga je eigenlijk het volledige ecosysteem dat cultuur uitmaakt, daar zo'n grote hap uitnemen, ga je daar zo zwaar op gaan inbreken, dat er eigenlijk voor zorgt dat dat ecosysteem in elkaar zou vallen, dat je geen innovatie niet meer hebt. Want daar was veel om te doen, maar eigenlijk gaat dat over nominaal een vrij beperkt bedrag. 3 miljoen is het budget van enkel een pakweg KVS. Maar dat is ook zo, want de cultuursector is ook altijd gewoon om met subsidies veel meer te maken. Subsidies, dat zijn een hefboom. Ja. De eigen inkomsten daarnaast, en daar stoor ik mij aan, soms een beetje in het publieke debat, en dat is belangrijk om een keer mee te geven, is dat de totale omzet van een cultuurhuis, als je bijvoorbeeld kijkt naar de Vooruit. De Vooruit heeft 50% subsidies, maar heeft 50% eigen inkomsten. Tickets en... Ticketsverkoop, sponsoring. Men gaat ook heel veel gaan kijken naar de private markt, waar dat ook middelen zijn. Dus dat is maar daar slechts een onderdeel van. Dus als je bijvoorbeeld die 3 miljoen zou gaan bekijken, als je ziet wat dat meer brengt voor de maatschappij, voor het cultuurleven, ja, dan is dat eigenlijk een kleine investering voor een heel grote return. Ja. Kan u daarin komen? Want dat hoor je ook in de cultuursector. Dat gaat over feitelijk niet, nominaal niet zo'n groot bedrag. En er zijn andere noden in de samenleving. Maar dat was net een labo voor jonge kunstenaars, een springplank. En velen zijn zo internationaal gegroeid, om daar dan zo op te besparen, zo drastisch, zo'n 60%. Wel, ik zou het argument van innovatie enigszins kunnen begrijpen, zij niet dat daar nog nooit werkelijk onderzoek naar gedaan is. Ik heb nog nooit bewezen gezien dat door die projectsubsidies er wel degelijk veel meer toptalenten kunnen doorstromen. Het is ook zo, persoonlijke ontwikkeling. Sorry, maar dat kan voor iedere sector en ieder beroep opgaan. Ik denk niet dat, en ik ga het nu een fantastisch voorbeeld geven, als beginnende politicus moet je ook niet gesubsidieerd worden. Hè. Als beginnende ondernemer. Ik denk dat we voldoende genoeg aan de hogescholen. Maar u heeft mensen die het zullen doen, moeten loon, ook niet gesubsidieerd worden. Maar wij werken al in die functie. Ik probeer maar een voorbeeld te geven. Het is zo, voor elke job, voor elk talent in de samenleving, als we dat allemaal van in het begin moeten betalen, als we mensen daarvoor moeten betalen, ja, dat is gewoon onbegonnen werk. Wat we moeten doen, is natuurlijk instellingen ondersteunen. Ik ben niet tegen cultuursubsidies, hè. Laat dat heel duidelijk zijn. Een cultuur heeft wel degelijk een groot... Maar dat even op die jongeren, moeten inderdaad gaan jongeren die een cultureel, artistiek talent willen ontplooien, moet je die betalen om zich te ontwikkelen? Ja, maar het is heel fout om te zeggen dat een subsidie een loon is. Zoals ik al zei, een subsidie is een hefboom. En u heeft gelijk, onderzoek... Er zijn momenteel nog veel te weinig data voor cultuur. Dus daarin ben ik het absoluut met u eens. Maar als we gewoon kijken naar de praktijk, dan zien we dat heel veel internationale vaandelsdragers van vandaag, een Tuymans, een Jeff Neve, dat die allemaal begonnen zijn met een projectsubsidie. Dan nog even een keer voor die data. Ik word het stilletjes aan eigenlijk een beetje beu dat wij constant die culturele sector moeten verdedigen, dat men daar niet zomaar van uitgaat dat er daar een economische return in zit. Er zijn al onderzoeken geweest waarin dat men zegt dat elke euro die je geeft in cultuur, dat je die 3 keer terugkrijgt. Want je gaat naar een voorstelling, ervoor de voorstelling ga je iets gaan eten en daarna ga je een pintje gaan drinken in het café recht tegenover. Dus de economische return voor de staat. Maar dat is nog onvoldoende vaststaand aangetoond. Ik pleit daarvoor voor een satellietrekening. Cultuur. Dat is eigenlijk iets wat wij in Vlaanderen nog niet kennen en ik ga daar een voorstel voor indienen. Men heeft dat in Nederland gedaan en die satellietrekening, dat betekent eigenlijk rechtstreeks de economische impact van elke maatregel die je neemt binnen cultuur. Dus bijvoorbeeld ook van projectsubsidies. Voor men heeft dat in Nederland ingevoerd en hieruit blijkt dat de culturele sector een omzet geeft van 25 miljard. Dus dat 25 miljard opbrengt. Moesten we die vaststaande cijfers hebben, dan zouden we niet meer constant in een discussie zitten dat cultuur goed is voor de samenleving. Ja, want daar tasten we dus eigenlijk in het duister. Misschien brengt ons dat bij de essentie van cultuursubsidies, zij het dan als hefboom. Moeten er überhaupt subsidies zijn? Ja, er moeten zeker cultuursubsidies zijn. Cultuur heeft een belangrijke waarde in de samenleving, maar die moeten wel goed besteed worden. Maar dan ga je ervan uit dat cultuurproducten niet per se zelfbedruipend economisch zijn. Dat is per definitie een...
er zijn prachtige voorbeelden van projecten van cultureel ondernemerschap die dat wel zijn. Hè. Zoals nu, bijvoorbeeld bij de Ultima's, die prijs dat daar gegaan is naar Allez Chanté. Ik vind dat een fantastisch initiatief. Ik heb mezelf ook al een ticket gekocht voor over 2 weken. Dat is iets dat zelf volledig... ging bijna mee zijn. Ja, ook dat is wel de bedoeling daar. Nee, maar dat zijn voorbeelden van dingen die perfect zelfbedruipend kunnen zijn. Dat noemt men cultureel ondernemerschap. Maar, langs de andere kant, dan zal je natuurlijk bepaalde musea hebben, bepaalde instellingen die je als overheid moet subsidiëren. Waarom? Omdat het juist, en daar kan ik collega Dozen in volgen, omdat het juist innovatie teweeg kan brengen. Maar de discussie moet er niet gaan, vind ik persoonlijk, over moet er geld zijn voor de cultuursector of niet? Of is die 6% besparing, die 3% besparing, die 60% besparing, is dat goed bestuur of niet? Nee, heel dat subsidiesysteem, dat moet op de schop. We zijn totaal verkeerd bezig. Het is een systeem dat dateert van net voor de Eerste Wereldoorlog. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is dit subsidiesysteem helemaal geïntensifieerd. Het was net, zulk systeem is ingevoerd om grip te krijgen op de inhoud van de cultuursector. En ik zeg, stap daar volledig vanaf, laat die cultuursector vrij. Ze moeten voor mij niet voldoen aan criteria, inhoudelijke criteria, zoals vandaag de dag wel het geval is, om subsidies te ontvangen. Voor mij telt het belang dat de Vlaming erbij heeft. Je bent aan het werken met Vlaams belastingsgeld. Maar het gaat dus de Vlaming moet return hebben. En hoe kunnen we dat meten, of dat de Vlaming zijn belastingsgeld aan cultuur goed besteed wordt? Dat is door te kijken naar de participatiegraad per project, per kunsthuis, per voorstelling. Ah ja, daar ga ik even op inpikken, want dan neem je als graadmeter eigenlijk een stuk het publiek. Zijn sommige postmoderne cultuurproducties, beeld, theater of dergelijke, bereiken die niet een al te klein publiek, een te kleine niche? Pik ik in op wat u zegt. Ik vind het vooral aan de overheid om een breed scala van cultuuruitingen te tonen. En dan is het inderdaad aan het publiek om te beslissen van ik ga daarop in of ik ga daar niet op in. Maar bepaalde productiekosten zijn nu namelijk zodanig hoog dat je niet anders kan daar subsidies voor gebruiken. Bijvoorbeeld een opera. Ja. Als je een ticketje wilt voor een opera, dan zou dat... Hè? Dus het is aan ons, het is aan de overheid om dat te voorzien. Wat dat dan publiek betreft, publiek is bij de beoordeling een onderdeel van die beoordelingscommissies en van de criteria die ze hebben. Absoluut, weinig. Maar absoluut, dat weegt altijd mee. Ik vind het niet dat het aan de politiek is, nog aan Vlaams Belang, nog aan Open VLD, om te zeggen van dat is nu goede cultuur en dat is nu slechte cultuur. Dat gebeurt op basis van objectieve beoordelingscommissies met objectieve criteria. En daar zijn er een aantal van. Bijvoorbeeld, hoeveel publiek wordt er bereikt? Hoeveel voorstellingen worden er gespeeld? Wat is het zakelijke aspect? Hoeveel inkomsten zijn er? Wat is het artistieke aspect? Dus ik wil echt met u een keer zo'n dossier doornemen dat u ziet dat daar rekening mee gehouden wordt, naast natuurlijk een aantal andere dus aspecten. Dus we kunnen bijvoorbeeld het dossier van Samana samen eens bekijken. Wat is dat? Dat is de vroegere ziekenzorg van de katholieke zuilen zijn van naam veranderd. Sociaal werk doen zij vooral. Ze worden daarvoor ook gesubsidieerd. En als we gaan kijken naar die hun evaluatiedossier, van in 2018, van de commissie in 2018. Dan kijken we, wat is daar de grootste opmerking? Zij helpen zeer veel mensen. Ziekte heeft geen kleur. En toch is de opmerking daar, ja, uw vereniging is eigenlijk te blank of te wit, om het in uw politieke correcte termen te zeggen. Daar zit het probleem. Daar zit het probleem, onder andere met uw inhoudelijke criteria. In uw geval, u zegt, de staat moet niet gaan beslissen wat goede cultuur is of niet. Volledig akkoord met u. Doet dat met dit beleid juist wel? Ik zeg, laat de Vlaming beslissen door te kijken naar de participatie en een shift te maken in plaats van het merendeel van de subsidies te geven aan de verenigingen, aan de kunstenaars, aan de instellingen. Geef het aan de Vlaming. Geef het in de vorm van cultuurchecks. Geef het in de vorm van abonnementsformules. Subsidieer de vragen en niet het aanbod. Het aanbod zal, en ik denk dat uw liberale visie, dat wij daar in elkaar wel kunnen vinden. Het aanbod zal wel geregeld worden door de markt. We kijken vandaag... Is dat geen riskant criterium? Want u verwijst naar de markt, maar dan ga je natuurlijk bepaalde populaire cultuurproducten hebben die sowieso veel volk trekken. Een FC De Kampioenen zal meer volk trekken dan een artistieke kortfilm. Ja, die ga je dan kort wieken, die laatste. Ja, maar het is... Nogmaals, wij werken met Vlaams belastingsgeld. Wanneer kan je belastingsgeld uitgeven aan subsidies? Althans, dat is toch mijn visie en ik hoop, en ik denk ook vele Vlamingen die visie met mij delen. Wanneer mag je geld uitgeven? Dat is wanneer het een return geeft aan quasi alle Vlamingen, rechtstreeks of niet rechtstreeks. En dat is in sommige gevallen niet het geval.
En dan hoeft daar voor mij ook geen subsidies naartoe te gaan. Je speelt niet met het geld van de Vlaming. Je doet dat maar niet in het wilde weg, zonder dat er iets moet aangetoond worden. Dus via de portefeuille van de Vlaming, maar dan het populaire... Dat is allemaal zeer gemakkelijk. Ik wil daar nu nog een keer proberen in mee te gaan. Hoe ga je dat dan doen? Dus je gaat bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, op de belastingbrief van de Vlaming... Gelijk dat die nog niet ingewikkeld genoeg is. Cultuurchecks, abonnementsformules. Dan toch nog moet je toch nog... Als iemand 18 jaar wordt, geef je die een boekencheck. Ik heb je ook niet onderbroken. Hè. Dan moet je toch nog altijd een constante basis hebben. Dus wat dat betekent, bijvoorbeeld, als de Vlaming nu zegt... Ja, mijn bibliotheek, ik ga eigenlijk nooit een boek gaan ontlenen. Dat er dan misschien de bibliotheek in Sint-Niklaas moet sluiten. U weet toch dat dat geen sluitend model is? We moeten toch altijd een soort van basisfinanciering vooruitzien vanuit de overheid. En daarna is het inderdaad om de Vlaming op die basisfinanciering te gaan terugvallen. Bijvoorbeeld, ik ga de vergelijking maken met voetbal. Wij zijn beide voetbalfans. Hè? Ik natuurlijk van een betere ploeg. Maar, ik iets fanatieker. Ja, voilà, ja, u bent waarschijnlijk iets fanatieker. Mijn buurvrouw, die gaat nooit naar voetbal. Dat interesseert haar niets. We investeren jaarlijks miljoenen aan sport. Wilt dat dan ook zeggen dat we gaan zeggen, we gaan niet meer investeren in voetbal, want er is een deel van de Vlamingen die nooit naar de voetbal gaan zien of die geen voetbalmatch opzet op... Dat is zo gemakkelijk te stellen... Dat maakt gewoon geen steek uit. Ik denk dat u mij verkeerd begrepen. Ik heb gezegd dat we een shift moeten maken naar merendeel. We moeten de focus van die subsidiering leggen bij de vrager. Ik zeg niet dat we alles moeten afnemen bij het aanbod. Zoals ik wil het hier nogmaals, het is de derde keer dat ik dat zeg. Dat is dat bepaalde vormen van cultuur langs de aanbodzijde moeten blijven gesubsidieerd worden, zodanig dat er een minimaal aanbod is, uiteraard. En als u spreekt over bibliotheken of zo, ik zal de laatste zijn om te zeggen dat dat weg moet. Dingen die te maken hebben met onze Vlaamse identiteit, zoals bepaalde musea voor schone kunst, zoals een Vlaams museum dat er hopelijk, maar waarschijnlijk niet meer deze legislatuur komt, zoals opera. Dat zijn dingen waar uiteraard geld aangegeven mag worden. Hè. Ja. Wel, maar u zegt wat dat focust op Vlaamse identiteit. Ik wil daar even over hebben, want dat zit natuurlijk als leidmotief in dat Vlaams regeerakkoord. En experten zeggen ook, Annick Schrammen nog, hoogleraar cultuurmanagement, heeft dat doorgelicht en zegt, in de investeringen wordt duidelijk en consequent gekozen voor Vlaamse uitstraling en identiteit. Moet cultuurbeleid hier die in deze legislatuur bovenal deze Vlaamse identiteit dienen? Wel, iemand gaat mij een keer moeten uitleggen wat dat die Vlaamse identiteit is. Ik weet dat eigenlijk zelf misschien niet. Misschien kan meneer Brusselmans... Ja, wel, misschien wel, want mijn identiteit die zal anders zijn dan die van u als die van u. Mijn identiteit die is divers, die van ons allemaal is divers. Dus vandaar moet cultuur ook divers zijn en moet daar ook een diversiteit van... Maar het is aan uw cultuurminister, uit uw eigen coalitie, om dat concreet te maken. Ja. Zie je daar een typisch Vlaamse culturele aanpak? De aanpak die ik zie binnen cultuur is dat vooral onze Vlaamse artiesten, dat die internationaal wereldbekend zijn. Ontroerend goed, Les Balaisés de l'Abbé, Lot. En dat is voor mij wel iets waarin dat we in Vlaanderen mee kunnen uitpakken internationaal. Maar die mannen zijn wel begonnen op een niveau van projectsubsidies en zijn stelletjes aan, ontroerend goed, is gestart met projectsubsidies. Waarom dat we misschien dan niet zouden zeggen van oh, dat is nu de emanatie van de Vlaamse identiteit. Want dat is een moeilijkheid. Hè? Er is bepaalde cultuuruitingen. Wat maakt dat die specifiek Vlaams zijn? Ik wil maar zeggen, er is wel een internationaal, wat wel bekend, Belgisch merk, historisch. Hè? Van Cecina Pas Un Piep tot Luc Tuymans. Ja, wat is typisch Vlaams? Waar moet al meer aandacht voor zijn? Ik dacht dat deze regering wou doen aan natievorming. Ik dacht dat ik minister-president Jan Bon dat ook heb horen zeggen. Maar misschien is schaduwpremier Somers en bij gevolg de rest van zijn partij, dus ook u, mevrouw Dozen, het daar niet mee eens. Maar onze partij zeker wel. En als je wilt doen aan natievorming, dat moet je doen op een gemeenschappelijke identiteit. En hoe vorm je een gemeenschappelijke identiteit? Dat is onder meer door een gemeenschappelijk cultuurgevoel, cultuurbesef. Want cultuur is een zeer belangrijk onderdeel van identiteit. Dat zal u mij als Vlaming geen Gens, geen Belgisch, geen Europees, maar specifiek we gaan toch voor een Vlaamse natie, dat is ook wat ik de minister-president heb horen zeggen en ik kan hem daar alleen maar in bijstaan. Dus we moeten kijken naar wat verbindt de Vlamingen, en dan kom ik terug bij u, wat u mij daar juist verwijt dat ik tegen dat verbindende aspect zou zijn, absoluut niet. En dan hebben we het bijvoorbeeld over onze geschiedenis in de vorm van een Vlaams museum. Dan hebben we het over onze Vlaamse meesters. Maar dan zit je al gauw in erfgoed. Dit gaat niet over actuele cultuurproducten, maar
In zaak identiteit of verval je al gauw tot erfgoedgeschiedenis, de grootmeesters? Maar ik denk dat je beleidskeuzes moet maken en dat je net daarin moet investeren. En niet in andere dingen, deze regering. Investeren in het verleden kan dat misschien inderdaad, lijken. Inderdaad. Maar dat is ook beseft, Van Eyck, dat is ook men, Van Eyck. Ja, maar men beseft niet dat diegenen die we vandaag subsidiëren, dat dat grootmeesters zijn van morgen. Hoeveel dus subsidies heeft Van Eyck gekregen, mevrouw Dozen? Je werd gesteund door Philips de Goede, die de hertog was. Allee, ik ben het boek Bourgondiërs net aan het lezen. Ik werd gesteund door Philips de Goede, die toen op dat moment de hertog was. Hè. Dus ik kreeg ook steun van de overheid op dat Hoeveel moment. Hoeveel steun hebben de andere kunstschilders gekregen? Hoeveel steun krijgen andere grote kunstenaars voordat dit pervers subsidieringssysteem... Tuymans is begonnen met projectsubsidie. Voordat dit pervers subsidieringssysteem werd uitgeschreven. Tuymans is wel van een generatie daarna. Ik denk dat we keuzes moeten durven maken en... ik zit hier niet als cheerleader van deze regering. Het lijkt hier soms een beetje in dit debat alsof ik juist de minister-president ga verdedigen en nu in de oppositie zit. Maar ik denk dat we daarvoor nog 5 jaar moeten wachten. Wat wel zo is, en waar ik zeker kritiek op heb, is dat deze regering helemaal geen duidelijke keuzes durft maken. We hebben het daar juist even aangeraakt, die kaasschaafmethode, 3%, 6%. Maar daar blijft het dan ook bij. Men zou veel gerichter kunnen besparen en misschien is er dan wel meer geld voor dat humus van de samenleving dat u zo graag heeft voor die projectsubsidies. Ik denk bijvoorbeeld aan al die subsidies voor de zogenaamde sociaal-culturele volwassen werkorganisaties. Hè? Ja. Unie van Turkse Verenigingen, 366.000 euro. Unie van Turkse Islamitische Culturele Verenigingen. Maar dat gaat wel naar... 93.000. Maar het is een belangrijk... Het is typerend aan deze regering dat ze... heel veel grootspraak doen, maar in de realiteit verandert er niks. Die migrantorganisaties blijven miljoenen krijgen. En wat doen ze daarmee? Ze organiseren daar protesten mee, zoals VOEM, aan de school De Blokkendoos. Ze organiseren Erdogan weekendscholen daarmee. Dat is wat deze regering blijft doen met die cultuursubsidies. En dat is wat ons een doorn in het oog is. Mag ik gewoon nog even kort reageren op die etnisch-culturele federaties? Dat is natuurlijk uw stokpaardje. Hè? Maar ik zou u echt graag een keer meenemen naar een etnisch-culturele federatie. Bijvoorbeeld VOEM. Neem eens mee naar zo'n weekendschool van Erdogan, waar dat verschillende gemeenschappen elkaar ontmoeten. En daarom bent u natuurlijk ook zo erg gekant tegen die federaties, hè, omdat dat is een onderdeel van uw volledige politiek, om de ene gemeenschap op te zetten tegen de andere. En plekken waar dat ze elkaar kunnen ontmoeten, dat vindt u natuurlijk niet leuk, hè, want dan weet u dat die angst en die haatzaaierij voor de ene ten opzichte van de andere, dat dat niet meer zal werken. En dat mensen zullen inzien dat die andere Vlamingen best fantastisch zijn en dat we daar best fantastisch mee kunnen samenleven. Dus maar dat is natuurlijk Doze, heel toe tegen die etnisch-culturele federaties. Graag. En er lopen daar evenveel Vlamingen rond, gelijk dat er daar nieuwe Vlamingen rondlopen. Ik wil heel graag daar even op afronden, want dat gaan al echt richting het sociaal-culturele werk. Ja. Nog een laatste vraagje. De cultuursector zelf die meedeelt aan het debat, maar we zagen laatst toe... De minister-president werd uitgejouwd op de Mia's, nadien de tomaten die hem naar het hoofd werden geworpen tijdens Ultimas. Ja, gooien ze daarmee niet een stukje hun eigen ruiten in een slechte beurt gemaakt? Of? Ik vind dat ze persoonlijk een slechte beurt hebben gemaakt. Nu natuurlijk, het was een gedeelte. Hè. Niet iedereen zat daar boe te roepen of met tomaten te gooien, dus dat moeten we één zeggen. Twee... Ik vind het vooral heel spijtig voor de sector. Ik stond mee op kabinet Gats aan de wieg van die Ultimas. Omdat we een keer een moment voor de sector wilden hebben. Een moment waarin dat de cultuursector, die meestal alleen terug te vinden is in de cultuurbijlagen van de kranten helemaal op het einde, een keer op de voorpagina's mocht staan van kijk, dit zijn onze ambassadeurs van dit jaar. En wat stond er in de kranten de dag na de Ultimas? De tomaten. De tomaten. En niet van wie was de winnaar van de Ultima voor muziek, wie was de winnaar voor de Ultima voor circus. Dat stond er niet te lezen. Dus het is de cultuursector heeft een gemiste kans daarin gehad. En ten derde, wat dat ik ook betreur, is dat de sector eigenlijk op een kruispunt staat. Je kunt 5 jaar lang op de barricades blijven staan en op de zijlijn blijven staan en roepen dat het allemaal verkeerd is, alles wat dat Jan Bon zegt of doet. Of ik kan aan de andere kant zeggen van kom aan, we gaan in dialoog, we gaan Jan Bon verleiden met de schoonheid van cultuur. En dus ik zeg, kies voor dat laatste, ga in dialoog en probeer samen tot een akkoord te komen. Ik heb dat bijvoorbeeld gedaan met de projectsubsidies. Ik was het niet eens met die 60%, maar ik heb een voorstel gedaan in de commissie aan de minister-president wat dat hij gevolgd heeft. En uiteindelijk moeten we daarnaar evolueren. Ja.
ja, laatste reactie erop. Hè. Het ging er dan hevig aan toe. Mij lijkt dat vooral symptomatisch wat daar is gebeurd voor net die culturele elite die heel die sector gijzelt. Dat is wat daar is gebeurd. Er is helemaal geen reactie op die besparingen. Dat is een reactie op het feit dat de N-VA, de cultuurminister, levert. Daar gaat het over. Dus dat gaat niet stoppen de komende 5 jaar. En dat zal ook niet stoppen zolang dat er geen socialistische groene of bij voorkeur misschien nog communistische minister van cultuur aan de macht zou zijn. Daar, ik geloof dat niet in. En minister Gats heeft toch nooit tomaten tegen zijn gezicht gehad. Ik hoop ook dat dat de N-VA-minister. Ik hoop ook dat dat helemaal geen negatief effect gaat hebben op de verdere subsidiering van de cultuursector, want ik hoop dat er geen beleid wordt gevoerd vanuit rancune, ja. Maar wel op basis van objectieve beleidsmaatregelen. Maar ja. Ik denk wat daar is gebeurd was te voorspellen en ik hoor het u ook graag zeggen, u lag aan de wieg van het ontstaan van de Ultima's. Ja. Wel, ik heb eens de cijfers opgevraagd van de voorbije jaren, bezoekersaantal in vergelijking met kostprijs. Ik weet niet of u dit jaar aanwezig was, maar die zaal was gewoon leeg. Buiten parterre was quasi alles leeg. Schaf die Ultima's gewoon af. Het is weer een duur betaald feestje met het zuur geld van de Vlaamse belastingsbetaler voor die elite die spuugt op de Vlamen. Ja, die Ultima's als voer voor een ander debat. Ik wou nog vragen wie uw favoriet cultuurminister is, Sven Gats of de huidige Jan Jambon. Ja, dat is eigenlijk geen keuze. Maar die vraag inderdaad heeft zichzelf... Aangezien dat ik 5 jaar lang keihard op dat kabinet gewerkt heb en dat Sven eigenlijk een beetje mijn politieke mentor is tot op de dag van vandaag, is hij absoluut Sven Gats. Ja, dat was dan wat men zegt, een retorische vraag. Ja, zeer bedankt voor dit gesprek, meneer Brusselmans, mevrouw Doze. U ook, zeer bedankt om erbij te zijn. En volgende week zijn we er weer natuurlijk met het debat.